Wat is er in 1996 gebeurd met de Beuningse Caroline Pino? De Peter R. de Vries Foundation vraagt opnieuw aandacht voor de zaak. De Beuningse Caroline Pino was in de zomer van 1996 liftend op weg naar familie op een camping vlakbij Parijs. Daar is Caroline alleen nooit aangekomen. Ze werd doodgevonden langs een snelweg richting Parijs. Nu, 28 jaar later, zoekt de moeder van Caroline nog steeds naar antwoorden. Samen met de Peter R. de Vries Foundation vraagt zij opnieuw aandacht voor deze zaak. Ze was echt op weg naar de volwassenheid. Na 28 jaar weet ik nog steeds niet wie mijn lieve dochter Caroline om het leven heeft gebracht. En waarom? En Caroline is nooit aangekomen in Parijs, op de locatie waar ze met haar familie had afgesproken. Ze is voor het laatst gezien in Rennes, waar ze geld zou hebben gewisseld, wat eigenlijk niet op de route ligt. En zij is uiteindelijk dood aangetroffen, enkele weken later. Ja, dat is natuurlijk dat je dan daar gevonden wordt en als ouders niet weet wat er is gebeurd. Wat is er in die laatste uren van Caroline de leven gebeurd? Ja, dat is ontzettend verdrietig. Ja. Ik hoop natuurlijk dat er iemand zou zijn die daar iets over weet en die dat kon vertellen. Die dus gewoon het verhaal kan vertellen. Want kijk, de dader die hoeft al, dat is al een verjaarde zaak. Dus die hoeft ook, die krijgt daar geen straf voor. Is ook voor mij niet meer zo belangrijk. Het verhaal wil ik weten. Wat is er gebeurd? Want dat blijft dus en blijft je achtervolgen, eigenlijk altijd. Ja, voor nabestaanden en achterblijvers, die krijgen vaak genoeg te horen, inderdaad. Van, wordt het niet tijd dat je het een plekje geeft? Ben je er nou nog steeds mee bezig? Maar stel je voor dat het om jouw kind gaat, om jouw ouders, om je broer of zus of je geliefde. Op het moment dat je niet weet wat er is gebeurd of waar hij of zij is in het geval van vermissingen, dan kan je daar, dat kan geen plekje krijgen. Het kan überhaupt nooit een plekje krijgen, maar dan al helemaal niet. Met de aandacht voor deze zaak hoopt Wil niet alleen dat de gouden tip binnenkomt, maar ook dat er iets gaat veranderen binnen de politiek. Je staat eigenlijk in de kou als nabestaande, omdat je heel veel vragen hebt en je weet niet waar je terecht moet. En zo'n ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dan ook, wij zijn er niet voor individuele zaken, maar voor het grote geheel. En ja, dan loop je overal tegenop. De politiek, dat ministerie van Buitenlandse Zaken, haar niet voldoende heeft ondersteund in welke stappen je moet zetten als ouder als je kind in het buitenland wordt vermoord. Nou, we hebben meerdere van dat soort zaken in onze campagne zitten. Waarin ja, nabestaanden zeggen, het gaat om een Nederlander die in het buitenland is vermoord en we hebben hulp nodig hoe we dit moeten aanpakken. En dan zie ik dat het na 28 jaar nog misschien iets verbeterd is, maar niet alles. Het stond ruim anderhalf jaar leeg. Het pand van tuincentrum Overvecht in Beuningen. Eind 2022 trok de eigenaar de stekker eruit. Nu is de kavel verkocht, maar wat er op de plek komt, blijft nog onduidelijk. Beuningen is in rep en roer. De Overvecht achter mij wordt inmiddels gesloopt. En wat er daarna met de kavel gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De enorme hal met eerst bloemen en planten erin is nu helemaal leeggehaald. De sloop van het gebouw trekt veel bekijks. Omwonenden zijn dan ook al te benieuwd wat er op de plek gaat komen. Ondertussen wordt op sociale media volop gespeculeerd over wat er dan gaat komen. Wordt het een padelhal, een filiaal van doe-het-zelfwinkel Kranenbroek, een grote dierenwinkel of toch een indoorspeelhal voor kinderen? Beheersmaatschappij Wouters uit Schijndel heeft de kavel opgekocht. Zij kiezen ervoor om 3 grote landelijke retailers te vestigen. Het pand dat er nu stond diende ook deels als geluidswal tussen de snelweg en de achterliggende buurt. Toch zal het nog even duren voordat er weer 1 of meerdere nieuwe panden staan. De sloop moet over enkele weken al af zijn, maar wanneer de nieuwbouw gaat beginnen is nog niet bekend. De winkels moeten medio 2025 al opengaan. In Heumen heerst er onduidelijkheid over het ophalen van oud ijzer. 2 particulieren wilden deze donderdag langs de deuren gaan, maar dat was tegen het zere been van de plaatselijke fanfare die hiermee op 20 april de clubkas wilde spekken.
De gemeente heeft daar uiteindelijk voor gekozen om het vandaag te verbieden, om zowel oud ijzer op te halen als het aan te bieden. Mocht dit toch gebeuren, kunnen beide partijen een boete van €150 tegemoet zien, per opgehaald of aangeboden artikel. De gemeente Heumen wilde niet reageren op vragen van RN7 over dit voorval. De man die zaterdag in Nijmegen betrokken was bij een ongeval waarbij een 38-jarige fietser uit Ewijk om het leven kwam, wordt onder andere verdacht van doodslag en het doorrijden na een aanrijding. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De verdachte is een man van 28 uit Nijmegen. Hij reed door na het ongeval, maar kon later alsnog worden aangehouden samen met een medeverdachte, een man van 52. Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Ewijk. Hij laat een vrouw en 2 kinderen na. De Vierdaagse Feesten heeft de eerste 90 artiesten bekendgemaakt die deze zomer in Nijmegen zullen optreden. Zo staan in de Modestraat onder meer Jannes en Samantha Steenwijk, zijn Frans Bauer en Marco Schuitmaker te zien op de Waalkade en draait DJ Paul Elstak in het Hunnepark. De Vierdaagse Feesten is, met uitzondering van 2 locaties, het grootste gratis evenement van Nederland. Dit jaar vindt de 53e editie plaats van 13 juli tot en met 19 juli. Het is de week van de circulaire economie. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het zogenaamde consuminderen en het hergebruiken van gebruikte materialen. Een belangrijke speel hierin zijn kringloopwinkels. Maar hoewel dit van oorsprong plekken zijn waar je gebruikte spullen voor een prikkie kon halen, worden hier tegenwoordig de prijskaartjes ook steeds hoger. Met winkelen in de kringloop steun je het maatschappelijk doel van de kringloop. En dat maatschappelijk doel gaat eigenlijk op twee fronten. Namelijk, je maakt werk van hergebruik. Goed voor het klimaat. Minder grondstoffengebruik, minder energiegebruik. En het is goed voor de mensen die er werken. De kringloopwinkel Er Zit Licht Iets Bijwa in Ewijk merkt dan ook dat het steeds drukker wordt. Ja, dat is, hier staan ze morgens om 10, 15 man voor de deur voor ze binnenmaken. En dat is echt wel populair op het moment, ja. Kleding en witgoed en alles hebben wij. Dat zeg ik altijd. Ook in de kringloopwinkel stijgen de prijzen. Maar ondanks dat is het nog steeds voordelig om hier te gaan winkelen. De prijzen die gaan dus wel iets omhoog, maar het loont nog steeds wel om in een kringloop te winkelen. Absoluut. Ik bedoel, ik was laatst bij een kringloop. Die ook in het nieuws kwam, omdat de prijzen daar zo enorm hoog zouden zijn. Daar werken ze met standaardprijzen, waarbij een standaardprijs voor kop en schotel bijvoorbeeld 90 cent is. Ja, ik denk dat het dan wel degelijk loont om naar de kringloop te gaan. Waar vaak de verwarring bestaat, is prijzen in de kringloop. Ieder artikel moet uniek geprijsd worden. Dat is en blijft mensenwerk. En daar worden natuurlijk wel eens vergissingen gemaakt. Naar boven en naar beneden. De centjes zullen ook wel een rol spelen. Wij tellen ongeveer een 20% van de nieuwwaarde. Dus als het iets heeft, 10 euro kost, ja, dan is het bij ons 1,50, 2 euro. Dus dat scheelt nog wel iets. Wij zijn een stichting, wij geven alles aan goede doelen. Ja? Maar er komen steeds meer particuliere winkels. En die zijn natuurlijk duurder, want die moeten ervan leven. Voor de spullen die niet geschikt zijn voor de kringloopwinkel wordt ook een goede oplossing gezocht. Nee, die komen ook niet bij het afval. Dat doen wij in bananendozen en dat gaat naar Afrika of Georgië. Dat gaat allemaal weg. Alle spullen die heel zijn, die worden verkocht. Wel voor een hele minimumprijs, want dat moet vervoerd worden. Dus dat kan nooit veel opbrengen. En er gaan containers vol gaan zo naar Afrika en andere landen. Een bijzondere tentoonstelling momenteel in Museum 2 Stromeland. 23 kunstenaars mochten een object uit het depot van het museum kiezen, om dit vervolgens in een nieuw jasje te steken. Het resultaat is een expositie met hedendaagse interessante kunst. Het museum zelf beschikt over heel veel voorwerpen, maar zoveel dat ze van tijd tot tijd voorwerpen afgestoten moeten worden. En dat gaat dan via een centraal systeem van allerlei musea. Dan moet 3 maanden lang zo'n voorwerp op zo'n site komen te staan. En als de musea daar geen interesse in hebben, dan mogen wij het verwijderen. Maar dat vonden we eigenlijk heel erg vervelend, want we dachten nou, jammer om het weg te gooien, misschien kunnen we er iets moois van maken. En toen hebben we kunstenaars uitgenodigd van kunstbakens.
en van de kring Wijchen om van deze voorwerpen kunstvoorwerpen te maken voor deze metamorfose. Dus het ondergaat een metamorfose. Nee, daar zaten geen selectie-eisen aan. Wat overbleef, mocht je meenemen. Er zijn kunstenaars die hebben een stuk of vijf voorwerpen meegenomen, maar uiteindelijk misschien één voorwerp gebruikt. Maar het is ook wel belangrijk dat je weet dat een kunstenaar een aantal heeft laten liggen. Dat is ook een deel van het proces. Dus in die zin lag er eigenlijk geen eisen waar het aan moet voldoen. Zeker niet, want wie zijn wij om daar eisen aan te stellen als museum? Hè? Kunstenaars die moeten hun eigen weg kunnen gaan. Museum Twee Stromenland kende al een reeks kunstenaars van de kunstkring Kunstbakens in het land van Maas en Waal. Ook zijn meerdere individuele kunstenaars benaderd die gelijk enthousiast reageerden. Ik ben de vormgever van deze tentoonstelling. Dat wil zeggen, er is een conservator die maakt het concept. En daarna moet de zaak in 3D ergens komen te staan. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik maak geen kunst, maar in dit geval heb ik één kunstwerk gemaakt. En die is gebouwd rond de mammoet die uitgestorven is. En ik heb de uitgestorven mammoet doorgetrokken naar misschien deze tijd dat de mens ook gaat uitsterven door klimaatverandering. Misschien artificial intelligence. Ik ben geboren met kunst. Dat wil zeggen, ik kom uit een vrij kunstzinnige familie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kunst. Daar ben ik mee geboren en dat blijf ik volhouden zo. Het zal geen nieuws meer zijn dat het vandaag een heerlijke lentedag was. De maxima kwamen in onze regio uiteindelijk zelfs plaatselijk op 18 graden uit. Helaas was het mooie weer, maar van korte duur. Want komende nacht krijgen we alweer met enkele buien te maken. Ook morgen overdag ontkomen we daar niet aan en dan kunnen er ook enkele pittige exemplaren tussen zitten. Het wordt vrijdag zo'n 15 graden. Ook in het weekend blijft het licht wisselvallig, met soms wat zon en af en toe een bui. De temperatuur doet een klein stapje terug naar zo'n 11 à 12 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 14 maart. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl. Morgen zijn we weer terug en dan bezoeken we onder meer de makers van de kostuums die gebruikt gaan worden bij de herdenking van de slag op de Mokerheide. Graag tot dan!